In Making Memories ga ik in deze iconische BMW op pad met Feyenoord-iconen. Zij waren onderdeel van een belangrijke herinnering. Samen met hen neem ik een trip down memory lane en blikken we vooruit op nieuwe herinneringen die eraan zitten te komen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Karim El Amadi. We hebben het over de uitwedstrijd tegen AS Roma in 2015 die hij zelf gespeeld heeft. En we blikken natuurlijk vooruit op de wedstrijd van donderdag die we ook uit gaan spelen. Hey! Hallo! Welkom in de Making Memories auto. Ja, hoe vind je hem? Ja, hij is gaaf. Ik ben sowieso van de old times. Ik vind het wel echt mooi om te zien. Ja, heel mooi. Vet hè? Bijna het logo erop. Ja, netjes hè? Heel cool. Hey Karim, je zit natuurlijk niet voor niets bij mij in de auto. Nee. We gaan het hebben over 2015. Toen speelde je zelf tegen Rome. Kan je een beetje mij meenemen in hoe dat was? Hoe dat was. Volgens mij de eerste wedstrijd was in Rome. Dus het was sowieso al voor ons ook wel na lange jaren dat we eigenlijk nog zo'n grote wedstrijd in Europa hadden. Ook voor heel Feyenoord. Dus het was voor ons allemaal wel een beetje mooi en spannend. En ik kan me herinneren dat de fans in Rome wel heel, wel tegen ons waren. Ja. Maar waar merkte je dat aan? Ja, gewoon als je naar de stad reed. Ik heb ook wel eens in Napoli gespeeld en dat is precies hetzelfde. Dus Italianen zijn wel echt daar een beetje fanatiek in. Ja. Dus die geven niet het gevoel dat je welkom bent. Maar dat maakt het ook alleen maar leuker, vind ik soms. Als het maar niet te bedreigend is, dan is het voor mij allemaal wel oké. Okay. Ja. Dus dat was wel allemaal gewoon. Wel heel, heel mooi om mee te maken en de wedstrijd op zich was ook gewoon heel leuk eigenlijk. En wat ik al eerder zei, eigenlijk de grote wedstrijden tegen grote spelers heb je het gevoel dat je altijd wel wat meer ruimte krijgt. Ja. Maar je zag ook wel bij Rome doen met Totti, met Gervinho, dat ze wel echt spelers hebben. Dat ze, je hoeft maar één fout te maken en het is al een doelpunt. En ben je de pineut. Ja, dat overkwam ons ook wel in Rome, we kwamen 1-0 achter. En daarna werd het 1-1, dus dat was wel echt heel mooi. We hebben natuurlijk ook weer gevierd met onze fans. Ja. Die ook met grote getallen erbij toen waren. Toen waren ze er wel bij, Ja, dus dat was ook wel mooi. Ja, en de terugwedstrijd. Rome was natuurlijk, de 1-1 was een mooie uitslag. En toen dachten we allemaal van, thuis met het publiek erachter gaan we het wel afmaken. Ja. Alleen het was ook een hele mooie wedstrijd. Mooie sfeer in het stadion. Ja, eigenlijk alle ingrediënten om een wedstrijd te winnen eigenlijk. En wat wel vaker is voorgekomen. Alleen die wedstrijd zag je ook wel de klasse van de spelers van Rome. Totti waar ik het net over had, Rossi, Gervinho met zijn snelheid. Toen kwamen we, volgens mij was het 1-0 achter. En toen maakte Elvis Manu nog de gelijkmaker. Toen had ik wel het gevoel van, deze gaan we wel pakken. Alleen de kwaliteit van Rome moesten we ook niet echt onderschatten. En dat zag je ook wel eigenlijk met de goal die ze maken. En daarna nog wel wat kansjes gekregen om de 2-2 te maken. Maar het zat er niet in. Nee, helaas. Maar het was natuurlijk wel ook een hele beleving, denk ik, in het stadion daar. Hoe was de sfeer? Het was een mooie beleving. Volgens mij was het niet helemaal vol. Ik denk dat het nu misschien wel helemaal vol zal zijn met de Roma-fans. Mm-hmm. Die wel echt achter het team gaan staan. Alleen zei het is een beetje hetzelfde als Feyenoord eigenlijk. Hele fanatieke fans en die Roma ook natuurlijk er doorheen willen slepen. En dat zie ik ook donderdag gebeuren met heel veel Roma-fans. Alleen dan moet Feyenoord gewoon sterk zijn. En dat hebben ze ook bewezen. Dat ze hebben ook in de Arena gewonnen. Dat was ook een volle Arena met alleen maar Ajax-fans. Ja. En de fans waren er niet bij. Ik moet wel zeggen dat wel heel veel scheelt vaak bij Feyenoord als de fans er wel bij zijn of niet bij zijn. Vooral mm-hmm. in de thuiswedstrijden zie je dat we bijna nooit verliezen. En maar in Roma moet je het eigenlijk een beetje zien als net of je tegen Ajax speelt eigenlijk. Wat ze dit jaar ook hebben bewezen. Ja. En ze zijn ook allemaal gewoon mentaal wel sterk. Ja, dat denk ik ook. En denk je dat het qua gevoel wat je zegt ook een beetje hetzelfde is? Natuurlijk ook een hele belangrijke wedstrijd die ze tegen Ajax gespeeld hebben. Dat je een beetje dat gevoel meeneemt en misschien juist wel strijdlustiger bent omdat ze er niet bij zijn?
Ja, dat kan. En ze hebben ook heel veel spelers eigenlijk die ik wel mentaal wel heel sterk vind. Als je bijvoorbeeld een Kokchu nu neemt, die twee jongens achterin, Hansko en Trouwen, dat zijn ook wel echt ervaren jongens die wel daarmee kunnen omgaan. En, ze hebben het dit jaar ook bewezen. En de trainer die ze ook goed kan voorbereiden op dat soort dingen. Dus ja, ik heb er wel vertrouwen in dat ze donderdag echt wel kans maken om door te gaan. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik heb ook een aantal fotootjes meegenomen van de wedstrijd die je zelf gespeeld hebt. Dat is een teamfoto. Kan je vertellen met welk gevoel je er stond? Ja, wel met trots. Je ziet me ook wel een beetje lachen eigenlijk. Ja. Wij kijken de meeste serieus. Wanneer kies je ervoor om serieus te kijken en wanneer ga je lachen op deze foto's? Ik moet zeggen, als ik het stadion binnenloop en ik zie de fans en alles, ja, dan ben ik gewoon gezegend dat ik eigenlijk mag spelen in een volle Kuip. Dat is wel vaak wat bij mij de boventoon voelt. Ja, boventoon. En ook eigenlijk ja, als ik in een stadion zit, dat ik eigenlijk al die fans zie en dat al die fans naar mij kijken of naar ons kijken, ja, dan voel ik me gewoon trots dat ik eigenlijk op zo'n podium mag spelen. Ja. En dan komt er gewoon altijd wel een lachje van, ik heb het wel geflikt om hier te staan, weet je. En dat is eigenlijk hoe ik er vooral mijn laatste jaren, dat ik er echt wel heel veel van heb genoten van de grote wedstrijden. En is dat ook wel iets wat je mee zou willen geven aan het team nu, wat straks aanstaande donderdag daar natuurlijk zelf gaat staan? Ja, tuurlijk. Vooral genieten. Kijk, ik heb ook wel eens tijden meegemaakt, de mindere tijden. Heb ik eigenlijk te lang in gezeten en eigenlijk is het gewoon, ja, ook maar... Mourinho zei het volgens mij ook wel heel mooi. Hij zegt, de wedstrijd is verloren en op naar de volgende. En eigenlijk, in mijn jongere jaren bleef ik er te lang in hangen. Dus eigenlijk, ja, je moet eigenlijk gewoon veel genieten. Dat kan ik de spelers meegeven. Plezier hebben. Natuurlijk wel een focus hebben dat je de wedstrijd wil winnen. Maar nummer 1 staat wel bij mij plezier. Als ik geen plezier uitstraal of als ik geen plezier in het spelletje heb, dan heeft het ook niet veel zin om op het veld te staan. Hoe denk je dat je dat kan doen? Want ik kan me voorstellen, er ligt ook zoveel spanning op een wedstrijd dat het heel moeilijk is om er ook van te genieten op dat moment. Hoe kan je daar alsnog voor zorgen? Ja, je moet daar een weg in vinden. Eigenlijk als speler moet je er zelf een weg in vinden. Dat kan niemand je aanpraten of ik kan wel zeggen, nu je moet zo en zo doen. Maar het zit echt tussen je oren en in je hoofd. Het is gewoon een mentaal dingetje. En daar moet je gewoon leren mee omgaan. En de grootste voetballers zijn eigenlijk niet de spelers die het meeste talent hebben, maar meer de gasten eigenlijk die mentaal heel sterk zijn eigenlijk. Of het nou goed gaat of slecht gaat. Ik heb met heel veel Brazilianen gespeeld. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat zij het wel heel goed kunnen, mee kunnen omgaan eigenlijk. Heel snel de wedstrijd vergeten en op naar de volgende. Ja. En ik moet zeggen dat ik in mijn jongere jaren daar wel moeite mee had. Maar het heeft mij wel beter gemaakt naarmate de jaren dat ik heel, heel snel ging omschakelen naar de volgende wedstrijd. En natuurlijk, je moet gewoon als speler moet je daar gewoon een weg in vinden. Sommigen hebben dat al heel, op heel jonge leeftijd, sommigen wat later. Maar of wil je echt ver komen in het voetbal en wil je slagen, dan is het mentaal hoe je ermee, hoe je een wedstrijd voorbereidt of hoe je de wedstrijd ingaat. Ja, kan al heel veel voor je doen als je er mentaal sterk voor bent. Ja. Heb je het gevoel dat dit team mentaal heel sterk is? Ja, ik vind van wel eigenlijk. En het is een beetje grappig, maar volgens mij na de wedstrijd Sparta, of tijdens de wedstrijd Sparta, volgens mij hadden heel veel jongens niet door dat Ajax gelijk had gespeeld. Slot geeft dat ook niet echt aan in de rust. In de rust heeft hij niks gezegd. En na de wedstrijd, dat mij het meest opviel eigenlijk. Ik moet zeggen, toen wij eigenlijk hoorden en zagen dat de concurrent Ajax had verloren of gelijk had gespeeld. Dit jaar dat wij kampioen werden, ja, dan zaten wij gewoon in de kleedkamer met 5-6 man gewoon te juichen bijna gewoon. Zo blij waren we. En wat mij heel erg opviel eigenlijk, de wedstrijd na Sparta, hoe cool iedereen was eigenlijk. Ik zag Trouwen gewoon de capuchon, bijna capuchon op. Hij liep gewoon heel rustig. Hansko liep heel rustig. Dus ze lieten niet echt zien van dat ze heel blij waren of dat ze eigenlijk zoveel punten voorsprong hadden. Ja. Dus dat liet eigenlijk wel zien dat ze al gelijk alweer bezig waren met de volgende wedstrijd en niet eigenlijk te veel in de vreugde bleven hangen van Ajax heeft gelijk gespeeld en we hebben van Sparta vandaag gewonnen en we staan op 8 punten. Ja, gewoon eigenlijk vol in dus de focus blijven. Ik zat wel een beetje naar de jongens te letten toen ze van de kleedkamer naar de bus gingen en dat viel me wel heel erg op eigenlijk. Ja. En ik moet zeggen, in mijn jaren dat wij kampioen werden, ja, toen wij 8 punten liepen wij volgens mij bijna de Polonaise. Ja, echt waar, niet zo overdreven, maar het was wel meer we waren wel meer in vreugde. En ik moet zeggen, deze groep maakt op mij wel echt een mentale indruk van dat ze eigenlijk gewoon heel snel een wedstrijd vergeten en op naar de volgende. Ja. 7-1 winnen van Shakhtar, op naar de volgende, Ajax winnen.
Dus dat is wel een indruk die ze echt op mij maken. Ja. Vandaar dat ze denk ik ook zo goed staan, maar ook in Europa gewoon goed presteren. Ja, precies. Ja, je ziet het natuurlijk afgelopen weekend ook weer overwinning meenemen, maar nu ook weer meteen de volle focus op de volgende wedstrijd. Ja, klopt. Ook na de wedstrijd, ik was dan voor ESPN daar en zie je ook wel gelijk dat de blik gelijk op Roma staat na de wedstrijd van Cambuur, dat ze niet eigenlijk veel bezig waren met het kampioenschap. Nee. Ik denk wel, natuurlijk, diep van binnen zullen ze ook wel allemaal zeggen tegen zichzelf, dit gaan we echt niet meer weggeven. Nee. Maar ik moet zeggen, hoe ze naar buiten treden en hoe ze op het veld staan, laat dat niet zien dat ze nu al denken dat ze kampioen zijn. Nee, precies. Nou, eigenlijk wel mooi juist, toch? Ook ja, niet zeker. Van de daken gaan schreeuwen. Zo hoort dat eigenlijk. En zo kan je eigenlijk ook misschien wel structureel meedoen om het kampioenschap en niet om de 5 of 6 jaar of om de 7 jaar. Dus ja. dat is wel goed wat Feyenoord nu, hoe zij zich ontwikkelen. En ook binnen de club. Ja, precies. Zullen we de volgende foto? Ja. Dit is Nainggolan, toch? Ja, Nainggolan. Ja, dit was ook een mooi moment natuurlijk dat je tegen dat soort spelers staat. Nainggolan was destijds, toen hij bij Roma speelde, een van de grootste spelers van Italië eigenlijk. En het Belgisch elftal, dus dat was ook wel echt een mooi moment. En, ja, mooi om dat soort duels ook uit te vechten met dat soort spelers. Ja, je ziet ook wat er een aantal duels ook nog volgen in de volgende foto's. Ja, hier zie je ook nog een duel, volgens mij Tony Villena, Lex Immers, ja. Ja, hier waren we echt aan het vechten. Ik weet niet of het toen al gelijk stond of niet, maar... Nee, maar je wil je ook hier meten met dat soort gasten. En ja. Kijken hoe je daar tegenover staat. En als je ziet de spelers, volgens mij als ik alle spelers bij elkaar zet, dan heeft niemand eigenlijk dat soort grote wedstrijden gespeeld. Dus dat is wel heel mooi om dan gelijk te spelen tegen AS Roma en eigenlijk ook wel voetballend heel makkelijk. Zijn we best wel makkelijk meegekomen. Konden we wel makkelijk mee daar in Rome. Dat was wel mooi. En hier volgens mij de goal. Ja. Ja, mooi hè? Ja, dat is heel mooi. Wat voor gevoel gaat er dan door je heen? Krijg je dan zelf ook echt nog kippenvel? Ja, als ik nu de beelden weer zie, ik moet zeggen dat ik niet heel vaak dingen terugbekijk. Mm-hmm. Maar als je het dan weer terug ziet op een filmpje of je krijgt het doorgestuurd via Instagram. Ja, dan komen die momenten wel weer terug en dan denk je wel van, dit was wel echt een mooi moment. Ja, heel vet. Ja, en deze ook natuurlijk met de legend himself. Yes. Totti. Jens, ik weet niet wat je daar deed, Jens. Van mij kreeg hij een klap in zijn gezicht, denk ik. Ja, dat waren wel mooie duels. Ja. Ja, hier waren we aan het applaudisseren voor de fans die erbij waren. Ja, dat was ook een heel mooi moment. Wat voor gevoel geven de supporters van Feyenoord jou? Ja, een speciaal moment. Of ja, een speciaal gevoel. Eigenlijk, het klinkt eigenlijk raar, maar je mag het eigenlijk ook niet zeggen. Maar ik heb het gevoel wel altijd als we thuis speelden, dat we eigenlijk al... Ja, het leek wel dat je gewoon nog extra stappen zet. Ja. Dat automatisch gaat, ja. En ook bij de tegenstander heb ik ook altijd het gevoel, weet je, dat het jaar dat we kampioen werden, dat we als we vol gingen druk zetten. En dat vaak had ik dat ook altijd in mijn hoofd voor wedstrijden. Dus zei ik het ook altijd tegen de spelersgroep, we gaan gewoon... En Gio gaf het ook vaak aan, dat je gewoon vanaf de eerste minuut gelijk vol druk moet gaan zetten. En, mm-hmm. en ik heb het gevoel dat de spelers gewoon echt onder de... Of de tegenstanders echt onder de indruk waren van de fans in de Kuip. Want je zag vaak altijd wel fouten bij de tegenstander. En ja, ik weet niet of het dan echt ligt aan hoe wij druk gingen zetten. Maar ik denk dat het ook wel een grote rol de fans hadden eigenlijk. Ze hadden toch wel een beetje een gevoel... Ze gaven de tegenstander wel een gevoel van er valt niks te halen hier. Ja. En dan ga je als spelersgroep daarin mee. Daarom is het eigenlijk ook wel goed hoe Slot eigenlijk nu speelt met zijn team. En ja, eigenlijk vanaf minuut 1. Ik denk niet dat jij te veel afwachtend moet gaan spelen in de Kuip. Want ja, als je te afwachtend gaat spelen, ik denk met het publiek erachter moet je eigenlijk gewoon vaak vol druk gaan zetten op de tegenstanders. En die zijn ook wel vaak onder de indruk van de tegenstander. Ja, van het legioen. Ja. Dus dat is wel altijd een speciaal gevoel eigenlijk. Dat ik altijd het gevoel had van in grote Europese wedstrijden, maar ook in grote wedstrijden in de Kuip had ik altijd wel het gevoel, die gaan we wel winnen. Ja. Lekker wel dat gevoel toch? Ja, zeker. Dan was het wel altijd soms beter dat we altijd maar thuis zouden spelen. Dat was het meest ideale. Maar uiteindelijk moet je dat eigenlijk ook wel in uitwedstrijden zelf uit jezelf halen. En het kampioensjaar is dat ons ook wel vaak gelukt. Maar ik moet wel zeggen dat de thuiswedstrijden wel vaker makkelijker werden gewonnen. Ja, precies. Ja, daarom, we hebben natuurlijk de thuiswedstrijd eigenlijk al gehad. Die hebben we met 1-0 gewonnen. Had je het gevoel dat er meer in had gezeten? Ze hebben ook wel aardig wat kansen gehad. Maar aan de ene kant kan je ook wel zeggen van, je bent ook wel een beetje goed weggekomen. Om,
want je hebt een penalty gekregen. Ja. Ik moet wel zeggen dat het licht is, maar nu met die handsballen, ja, dan worden die wel allemaal wel gegeven. Dus die werd gemist en de bal op de lat volgens mij, die weg werd gehaald. Dus ja, dat zegt ook wel iets over, over het team. Een linker aanvaller eigenlijk, volgens mij was het Idrissi die de bal van de lijn af, afhaalde. Dus dat zegt ook wel genoeg. En ik zie ook soms Jahan Baks die dan zijn verdedigers helpt. Dus ik denk dat dat het grootste verschil is met de andere twee topclubs in Nederland, met PSV en Ajax. Dat iedereen gewoon voor elkaar knokt. Maar ik denk dat het ook wel geëist wordt door Slot. Want ik heb ook wel het gevoel van, kijk, in het begin is het altijd aftasten als een nieuwe trainer komt. Maar je moet altijd wel, je wil altijd een gevoel krijgen van dat het werkt. Mm-hmm. En ik heb het gevoel dat nu de spelers echt zien van, ja, wat Arne zegt en wat Arne eist, dat werkt gewoon. Ja. En we spelen gewoon heel veel teams weg. Ja. Dus dat is gewoon wat je nu ziet bij het Feyenoord, dat de spelers het hebben geaccepteerd om echt verder diep te gaan. Want het vergt ook wel veel fysieke arbeid. En je moet gewoon topfit zijn om het systeem te kunnen spelen die Slot wil spelen. Dus dat heeft hij wel echt goed voor elkaar gekregen bij het team. Ja, mooi. Ja, wat voor dingen heb jij gezien bij Roma waar we voor uit moeten kijken of waar we scherp op moeten zijn in de komende wedstrijd? Ik moet zeggen dat de eerste helft, de manier hoe Roma speelde, vond ik eigenlijk niet. Dat Feyenoord heel veel in gevaar kwam. Ze probeerden het wel af en toe uit een counter of zo. Maar het meeste gevaar waar ik het meeste gevaar zag, eigenlijk toen ze moesten komen. En dat was de tweede helft eigenlijk, toen ze gingen voetballen, daar zag je echt wel dat Roma echt hele goede spelers heeft. Ja, waar moet Feyenoord voor uitkijken? Ik denk dat ze vooral moeten uitkijken voor de belangrijke spelers die Roma heeft, dat die onschadelijk moeten gemaakt worden. Dus een Dybala, een Pellegrini, ik weet niet of ze allemaal gaan spelen, maar ik neem aan van wel dat ze donderdag allemaal klaarstaan om te gaan spelen tegen Feyenoord. Ja. Dus ja, dat zijn wel spelers die je dan onschadelijk moet maken. Want voor de rest, natuurlijk, ze hebben wel wat goede middenvelders en een Wijnaldum misschien. Maar ik denk de meest gevaarlijke spelers zijn toch wel Dybala, Pellegrini en misschien Abraham als die speelt. Ja. En waar zie jij de kansen liggen voor Feyenoord? En met welke spelers denk je dat we die het beste kunnen creëren als je kijkt naar de afgelopen wedstrijd? Ik denk wel dat Feyenoord zichzelf moet zijn. Ik zie niet dat Feyenoord echt heel verdedigend kan gaan spelen. En dan uit de counter misschien wel iets dichter bij elkaar. Maar... ja, ik neem aan dat Feyenoord ook wel in fases gewoon hetzelfde moet doen wat ze de thuiswedstrijd hebben gedaan. En daar hebben ze het Roma ook wel gewoon lastig kunnen maken. Dus ja, en wat ik zelf zei, wat ik ook zag tegen Ajax. Ajax de eerste helft, toen Feyenoord eigenlijk niet zichzelf was. Misschien de eerste paar, 5 minuten of 10 minuten. Maar daarna was Feyenoord zichzelf niet. Ze gingen veel verdedigen. En de tweede helft ging Feyenoord echt voetballen. En dan gingen ze volop Ajax druk zetten. En dan zag je gewoon van dat ze gewoon veel beter waren dan Ajax. Dus ik vind wel gewoon dat Feyenoord vooral zichzelf moet zijn. En natuurlijk kan je ervoor kiezen om misschien met een Paxhout te spelen die wel veel in de diepte de ballen vraagt in plaats van in de voeten. Ja, die wijziging zag je natuurlijk afgelopen weekend tegen Cambuur dat Ali Reza eruit werd gehaald. Klopt. En dat ze Paxhout erin zetten. Ja, dus dat zal misschien een optie kunnen zijn, vooral als je eigenlijk wat meer ruimte gaat krijgen dan de eerste helft in de Kuip. Dus, ik neem aan dat misschien Paxhout wellicht gaat spelen. Ja. Dus dat zijn wel jongens, of een jongen die voor gevaar kan zorgen bij de Roma-verdediging. En wie nog meer? Ik denk dat vooral de loopacties, de diepteloopjes van de middenveld, dat eigenlijk over de verdedigers van Roma moeten zijn. Dan heb je gezien ook in de eerste helft dat een paar keer Szymanski eigenlijk vrijkomt als hij diep ging lopen. Ja. Wiever die af en toe in de diepte ging lopen, dat je toch wel een beetje de verdedigers uit elkaar kan trekken. En ja, dat kan wel werken voor Feyenoord. Ja. En Kuktu heeft natuurlijk ook het hele veld plat gelopen afgelopen ronde. Ja, klopt. En ook nog tijdens de Ramadan, dus dat vind ik ook wel heel knap. Heel knap. Dat hij zoveel energie en fysiek zo sterk is. Dus dat is ook echt een speler die het verschil kan maken donderdag tegen Roma. Maar ik denk dat het meer als team moet gebeuren. Wat ze eigenlijk het hele jaar doen, kunnen we allemaal spelers gaan noemen. Maar ze hebben het hele jaar bewezen dat ze als team gewoon heel sterk zijn. En dat is ook in het voetbal waar je het meeste prijzen mee kan pakken. Kijk, natuurlijk is kwaliteit en individuele klasse, die kan af en toe nog wel het verschil maken. Maar uiteindelijk als team moet je sterk zijn en stabiel zijn, dan kan je echt kampioen worden. En dat hebben ze nu ook bewezen. En als je kijkt naar de verdere verdediging bijvoorbeeld van Feyenoord, wie vallen je daar dan op? Ik vind dat Hansco een hele goede indruk op mij maakt.
verdedigend goed, voetballend goed, kopsterk. Ja, en Trouwen ook natuurlijk, die is natuurlijk ook geblesseerd geweest. Ja. Geert Ruijda maakt een goede indruk, maar echt de meest. Die het hele seizoen ook bijna geen wedstrijd heeft gemist. Ja, daar moet ik toch wel handschoen noemen. Ja, stabiele factor, hè? Ja, zeker. En als ik hem ook... veel mensen hebben het over Kokcu en andere spelers die weggaan. Maar als ik... of die dan een transfer kunnen maken. Maar als ik dan echt iemand moet uitlichten, dan is het wel... dan is het wel Hans Kooli die zeker wel bij heel veel clubs waarschijnlijk ook wel op de radar staat. En ja, wat die... voor transfer zie je hem dan maken? Ja, ik pleit ervoor om dat soort jongens allemaal nog bij Feyenoord te laten. En volgend jaar gewoon of nog een keer kampioen te worden. En ook misschien in de Champions League voor verrassingen te kunnen zorgen. Ja, mooi. Dat zou heel vet vooral zijn. Vooral als je al die jongens bij elkaar houdt. Het is misschien voor die jongens ook wel misschien nog een grotere transfer te maken. Maar ik denk als jij net als wat Ajax destijds de finale van de Europa League, waar Feyenoord ook wel kans op kan hebben als ze donderdag doorkomen, dan zie ik echt wel dat de grote clubs ook wel voor dat spelers in de rij staan. Ja. Vooral voor een Hansco, die is volgens mij 24. Ja, snelheid, verdedigend sterk. Ja. Ook nog linker centrale. Dus ja, dat is voor mij wel denk ik wel een speler, daar is wel heel veel belangstelling voor. Ja, daar valt wel heel veel te halen. Ja, ja zeker. En je eigenlijk hoor of zie je hem natuurlijk weinig in het nieuws, terwijl hij juist een van de meest stabiele factoren is. Ja, klopt. Ik moet zeggen, ik was ook wel een fan van Senesi, maar ik vind deze jongen, Hansco, vind ik toch wel verdedigend. Hij laat bijna geen steekje los. Nee. Dus ik vind dat echt wel een... hele degelijke, goede verdediger voor dit Feyenoord, maar ook voor heel veel andere clubs. En als je kijkt naar Bijlo, die werd natuurlijk direct voor de Leeuwen gegooid weer tegen AS Roma. Ja. Zijn eerste wedstrijd terug. Vond je dat een risico wat Arne nam? Ja, ik kan er niet echt over meepraten, omdat ik niet weet wat keepers voelen als ze terugkomen naar blessures. Maar wat ik wel eens vaak heb gehoord, dat keepers niet heel lang nodig hebben om er gelijk te staan. En om eerlijk te zijn, Bijlo is nummer 1 in Nederland en nummer 1 van Feyenoord, ja, dan hoor je gewoon te spelen. Ja. Volgens mij was het niet eens heel lang dat hij eruit was, 8 weken. Ja, en hij heeft volgens mij nog 2 weken vol kunnen meetrainen. En als hij zelf het gevoel heeft, de ervaring die hij heeft en grote wedstrijden die hij heeft gespeeld, ja, dan moet hij gewoon klaar zijn voor dat soort wedstrijden. En dat heeft hij ook gewoon bewezen. Ja, waar vond je hem sterk in de wedstrijd? Sterk in? Hij had gewoon veel rust en had niet heel veel te doen. Maar dan het moment met het penalty moment daarvoor, dat hij die bal wel goed pakte eigenlijk. Want als die penalty niet werd gegeven, dan was dat gewoon een cruciale redding van Bijlo. Die dan Feyenoord eigenlijk in de wedstrijd houdt. Want anders wordt het gewoon 1-0 voor Roma. Ja. En de penalty, volgens mij als hij niet op de paal kwam, had hij misschien ook wel gehad. Dus al met al gewoon een goede indruk. Straalde rust uit. En die momenten wat ik net noem, zat hij ook gewoon goed bij. Dus, daar kwam er gewoon goed doorheen. Ja. Ja. Als je een voorspelling moet doen voor donderdag? Een voorspelling voor donderdag? Ja, ik zie ze waarschijnlijk wel gelijk spelen. Ja. Ja, en dus met winst? Ja, thuis gewonnen en daar gelijk spelen, daar ben je gewoon door. Ik moet wel zeggen, het wordt geen makkelijke wedstrijd. Maar als ik iemand de kansen geef, dan is het Feyenoord wel. Want als je de wedstrijden ook ziet, natuurlijk waren ze de tweede helft tegen Ajax wel beter. Maar als Kudus die 3-2 maakt, vies je die wedstrijd. Nu ook met het penalty moment, de bal eigenlijk van de lijn afgehaald. Maar het is geluk, maar bij Feyenoord is het eigenlijk geen geluk. Want ik vind wel dat ze gewoon echt gewoon laten zien vanaf minuut 1 dat ze die wedstrijd willen winnen. En ook als team gewoon. Er is niet één speler die niet helpt of die niet mee verdedigt. Als je ziet dat Idrissi de bal van de lijn afhaalt, dat is gewoon een linker verdediger. Of een linker aanvaller die dan terugkomt. Een sierlijke speler die dan de bal van de lijn afhaalt. En ook een Jahan Baks die ik ook wel eens in wedstrijden zijn rechtsback heb zien helpen. Dus dat straalt Feyenoord wel uit. En dan is het niet meer geluk. Dat soort momenten dat een tegenstander niet scoort, dat dwing je dan ook zelf gewoon af. En dat zie je gewoon dit seizoen bij Feyenoord. Ja. Wat zou je de jongens nog mee willen geven voor deze wedstrijd? Wat zal ik ze meegeven? Ja, vooral genieten, waar we ook al eerder over hebben gehad. Ja. Zichzelf zijn gewoon. Hoe ze ook in de arena, in een volle arena, dat iedereen gewoon tegen je is. Hoe je daar stond te ballen, vooral de tweede helft. Ja, daar moeten ze gewoon, dat moeten ze gewoon meenemen. En dat hebben ze ook bewezen en laten zien. Dus eigenlijk
Ik kan nu wel dingen zeggen, maar hoef ik ze niet veel mee te geven. Nee. Anne Slot is een fantastische trainer die ze echt wel elke wedstrijd kan prikkelen en kan raken dat ze tot het einde gaan. En ja, dat zie ik ze donderdag wel doen. Wat denk je dat hij tegen ze zegt in de kleedkamer vlak voor de wedstrijd? Ja, ik weet niet. Ik denk sowieso genieten en dat ze gewoon de dingen moeten doen die ze wekelijks doen. Wat ze al het hele jaar laten zien. Gewoon die routines vasthouden. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je nu... het is gewoon... Bij Feyenoord is het gewoon heel veel automatismes. En dat stralen ze ook gewoon uit. Het enige wat je niet moet doen... wat ik ook eerder zei, dat je niet jezelf bent. Dat je in één keer hele andere dingen gaat doen... dat je normaal niet deed. Ja. Dus ik denk gewoon dat ze zichzelf moeten zijn. En gewoon goed moeten gaan voetballen. Hoe ze het seizoen hebben gedaan. En voor elkaar door het vuur gaan. En dat hebben ze ook al bewezen. Nou, Karim, onwijs bedankt. Ja, heel bedankt. Vond het leuk om even herinneringen samen op te halen. Ja, zeker. Vooral nu met die foto's die je me laat zien. Ik ben sowieso niet van de dingen terug bekijken. Maar als je ze nu weer ziet, dat is wel heel mooi. Ja, precies. Jullie natuurlijk ook bedankt voor het kijken. Laat even weten wat jouw mooie herinnering was uit 2015. Vond je het een leuke video? Doe dan even je duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren hieronder. Doei! Ciao.